de leiding van Edmond Savenies. Ik was 4 jaar toen ik aan mijn vader vroeg van wanneer mag ik muziek leren. En op de chambrang van de keuken tekende hij met potlood een streep en zei: als je zo groot bent, dan mocht je wel. En ik was iets over de 4 jaar, ik ging daar elke dag onder staan. Ik vergelijk soms wel eens het leiden van een orkest met het besturen van een locomotief. Allebei hebben ze hun grillen. Een orkest dat doet ook niet per se wat je wilt en een locomotief ook niet. Het is altijd een jongensdroom geweest om een trein te besturen. Dat is als grote mens kind kunnen zijn en met treintjes spelen. Alhoewel het heel serieus is. Het is een hele serieuze hobby. Ik bedoel, het gaat om veiligheid van mensen. We nemen passagiers mee. En dat blijft nog altijd nieuw. Elke keer als ik hier kom, zelfs met locomotieven waar ik al heel lang mee rijd, is altijd weer nieuw. Ik heb zeer goede herinneringen aan bepaalde uitvoeringen met een laaiend enthousiast publiek. Ja, dat is natuurlijk geweldig om zoiets mee te maken. Ik heb alles kunnen dirigeren wat ik graag wilde dirigeren. Ik heb opera gedaan, ik heb musical gedaan, ik heb het allemaal mogen doen. En ik doe het nog altijd. Ik vertel altijd aan iedereen dat ik eigenlijk een zeer gelukkig mens ben. Ik heb zelfs, als ik kind was, getwijfeld ofwel ging ik treinmachinist worden ofwel ging ik dirigent worden. Uiteindelijk heb ik ze dan alle twee gedaan. NN, voor alles wat jou uniek maakt.